En Liefding was ook de man van de wederopbouw, die de Nederlandse economie weer vaste voeten heeft gegeven en de basis heeft gelegd voor herstel. Dus in die zin is ook Liefding wel een historische figuur die waardering verdient. U noemt het woord herstel, begrijp ik daarmee ook, is dat een symbolisch iets van deze koppen? Nou, een klein symbool. Het herstel van na de oorlog was natuurlijk vele malen groter. De crisis was toen echt enorm, economisch, maar ook in humanitair opzicht. We zitten nu ook in een herstelfase, dus daar houdt de vergelijking ook weer op. Thank you.